In deze webles gaan we kijken naar een interessante term die te maken heeft met het onderwerp bewegen. En dat gaan we doen in de vorm van een opgave en de opgave komt uit een natuurkunde Olympiade van een paar jaar geleden. En een eigenschap van opgaven uit de natuurkunde Olympiade is dat je er vaak eventjes over na moet denken dat ze niet 1, 2, 3 uitvoerbaar zijn. En dat geldt ook voor deze opgave. Wat is de situatie? Laten we die eerst even rustig bekijken. We hebben te maken met een zwemmer. En die begint te zwemmen bij een brug. En de zwemmer zwemt over de rivier tegen de stroom in. En op een gegeven moment passeert de zwemmer een blaadje. Want er is een, ligt een blaadje in de rivier en het blaadje stroomt dus met de rivier mee richting de brug. Op het moment dat de zwemmer het blaadje passeert, heeft de zwemmer precies een kilometer afgelegd ten opzichte van de brug. De zwemmer gaat nu nog een stuk doorzwemmen. Een half uur lang zwemt hij door. Het blaadje drijft in die tijd verder richting de brug. En na een half uur draait de zwemmer om. En zwemt de zwemmer terug naar de brug. Zodat het precies tegelijkertijd met het blaadje terugkomt bij de brug. En op de terugweg gaat de zwemmer natuurlijk sneller. Want dan beweegt het in de richting van de stroom. En de vraag die gesteld wordt is. Bereken hoe snel de rivier stroomt in deze situatie. Nou, we gaan even opnieuw beginnen, we maken de boel weer leeg. En we gaan eens even kijken of we wat grootheden kunnen plaatsen in onze schets. En de eerste grootheid die natuurlijk van belang is, is de grootheid die gevraagd wordt. Dat is namelijk de snelheid waarmee het rivierwater stroomt. En dat is ook precies de snelheid waarmee het blaadje stroomt. En deze noemen we in het verhaal V-stroom. Tegelijkertijd, ik heb het hier even los van elkaar gedaan, maar tegelijkertijd is er dus ook een zwemmer die de andere kant op zwemt met een bepaalde snelheid, V-zwem. Maar omdat die zwemmer tegen de stroom inzwemt, ziet iemand vanaf de brug die zwemmer met de andere snelheid van de brug afbewegen, met een snelheid die kleiner is. En die snelheid waarmee de zwemmer van de brug afbeweegt, die is gelijk aan V-zwem min V-stroom. In het tweede gedeelte van deze situatie gebeurt er eigenlijk niets met die twee snelheden. En dan gaat de zwemmer zich omdraaien en zwemt het in dezelfde richting als uh, dat het water stroomt. En dan krijgt hij dus een grotere snelheid waarmee hij zich verplaatst ten opzichte van de brug. En die snelheid is dan gelijk aan V-zwem plus V-stroom. We hebben ook nog twee andere gegevens, namelijk dat uh, in het eerste gedeelte de zwemmer precies een kilometer aflegt, en in het tweede gedeelte dat hij dan precies een half uur over doet voordat hij aan het einde de draai gaat maken. De vraag is nu hoe we deze vraag gaan beantwoorden, want deze ziet er heel lastig uit, omdat we zo weinig gegevens weten. We hebben een V-zwem, we hebben een V-stroom, die zijn allebei van belang, we weten ze allebei niet. We hebben een. Uh, Twee stukken waarbij er in het ene stuk een afstand is gedefinieerd en in het andere stuk een tijd, dus je kunt ze ook niet bij elkaar optellen ofzo. Dit is een hele lastige situatie. Maar toch is er een truc waarmee we dit probleem kunnen aanvallen. En dat heeft te maken met iets wat in de natuurkunde het refer referentiekader heet. Want in de tekening die je net hebt gezien, in de animatie die je net hebt gezien, was het referentiekader was eigenlijk de brug. Je doet net alsof je op de brug staat en je ziet dit allemaal bewegen. Je ziet de zwemmer bewegen en je ziet het blaadje bewegen. En de brug staat natuurlijk stil, want de brug zit vast aan de aarde. Nou, dit is wat je meestal hebt in de opgave, dat je de situatie bekijkt vanaf een vaststaand punt. Maar het is ook heel goed mogelijk om de situatie te bekijken vanaf een punt dat beweegt. En laat dat nou net de sleutel zijn tot de oplossing in deze situatie. Wat we gaan doen is uh, deze situatie opnieuw bekijken, maar nu gaan we niet bekijken vanaf de brug die stilstaat, maar we gaan eigenlijk net doen alsof we op het blaadje zitten. En we gaan kijken hoe groot de relatieve snelheid is van de zwemmer ten opzichte van het blaadje. De zwemmer zwemt natuurlijk naar het blaadje toe of van het blaadje af, maar ook de relatieve snelheid van de brug. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek, want de brug staat eigenlijk stil. En het blaadje beweegt, maar wij gaan nu net doen alsof het blaadje stilstaat. En wat er dan gaat gebeuren is dat de, de brug uh, naar het blaadje toe gaat bewegen. Wat we hier gebruiken die, uh, is iets wat dan uh, relatieve snelheid heet. En dat kun je altijd toepassen in deze situatie, maar ook bijvoorbeeld in situaties waarbij uh, auto's op de snelweg rijden, allemaal met een constante snelheid. Dan mag je ook de situatie. Vanuit een van die auto's bekijken. En soms leidt dat tot een versimpeling. Nou, hier leidt het ook tot een versimpeling. En ik zal het je laten zien. Want we gaan die drie fasen van de beweging nog een keer laten zien. Maar nu dus vanuit het uh, stilstaande blaadje. En dan ziet het er zo uit: de zwemmer begint met zwemmen bij de brug. En de zwemmer zwemt naar het blaadje toe. Maar tegelijkertijd beweegt de brug ook naar het blaadje toe. De snelheid waarmee de zwemmer naar het blaadje beweegt is V-zwem. En de snelheid waarmee de brug naar het blaadje beweegt, ja, dat is eigenlijk V-stroom. Want eigenlijk is het natuurlijk het blaadje dat naar de brug toe beweegt. Op het moment dat de zwemmer het blaadje passeert, is iets gegeven in de oorspronkelijke som. Want dan is de afstand tussen de zwemmer en de brug precies 1 kilometer. En dan is dus ook de afstand van het blaadje tot de brug 1 kilometer. De zwemmer gaat doorzwemmen. De brug beweegt ook relatief door. En naar eh, een half uur draait de zwemmer om en zwemt naar het blaadje toe. Maar op het moment dat de zwemmer terugzwemt, zal het ten opzichte van het blaadje nog steeds dezelfde snelheid hebben. Alleen nu zwemt de zwemmer naar het blaadje toe. Dus zal de zwemmer er ook precies een half uur over doen om weer terug te zwemmen naar het blaadje. Dus vanaf het moment van passeren heeft de zwemmer nog twee keer een half uur is dus één uur extra gezwommen. En wat is er in die tijd gebeurd? In die tijd. Is de afstand tussen de brug en het blaadje precies 1 kilometer korter geworden? En nu hebben we ineens wel alle gegevens die we nodig hebben, want de afstand tussen de brug en het blaadje is in precies 1 uur 1 kilometer kleiner geworden, en we kunnen de snelheid uitrekenen waarmee de brug en het blaadje naar elkaar toe bewegen. En eigenlijk is dat natuurlijk dan de snelheid van het water, de stroomsnelheid, en die is gelijk aan 1 kilometer in 1 uur, oftewel 1 kilometer per uur.